Vlaanderen is verantwoordelijk voor innovatie, heeft ook een aantal zeer goede onderzoeksinstellingen. En daar zal de basis gelegd worden voor nieuwe technologieën. Men is nu bijvoorbeeld al bezig met zonnepanelen te maken of te ontwikkelen die zo dun zijn of een filmpje. Men is bezig rond circulaire economie, waarbij dat men de afval terug kan herbruiken als een vorm van een grondstof. Men is bezig ook met verschillende speerpuntclusters. Dat is dus een netwerk van bedrijven die met elkaar proberen te discussiëren over nieuwe producten, nieuwe technologieën. Dus voor ons is, als Vlaanderen iets kan doen rond ecorealisme, gaat het vooral over de innovatie die de aanleiding zal geven tot betere technologieën. En die betere technologieën zullen in de toekomst ook ons probleem kunnen oplossen.